We zijn uh, weer in het gebouw van de Stichting Oud Windschoter voor een nieuwe aflevering. Dit keer uh, over wel een hele oude windschoter, en dat is een meneer uh, Wiebe Haaiers. Hij was soldaat aan boord van het VOC-schip de Batavia. Uh, een heel lang verhaal. Ik zal het proberen wat kort te houden. Uiteindelijk is de Batavia gestrand voor de westkust van Australië. Onder de regie van de onderkoopman zijn er toen 125 mensen vermoord. Wiebe die vlucht naar een van de, of die wordt weggestuurd met nog 22 andere soldaten naar een ander eiland. Hij komt terecht op het eilandje van West Wallaby. Uh, Tijdens die moordpartijen zijn er steeds mensen die proberen te vluchten naar het eiland van de soldaten waar Wiebe zit op West Wallaby. Wiebe die werd leider over, de, over 47 mensen uiteindelijk, bouwde twee fortjes en probeerde zich met zelfgemaakte wapens tegen de muiters te verdedigen. Als het reddingsschip komt, kan hij nog net op tijd de commandant van het reddingsschip waarschuwen, wat er allemaal op de andere. Eilanden is gebeurd en zo wordt deze dus, Wiebe die heeft in ieder geval die 47 mensen op de eiland van een dood gered. Maar ook al de mensen die dus kwamen met de Saddam. Dus een echte mensenredder. En ik kwam hem voor het eerst tegen in een boekje van Erik Leijenaar. En toen zeiden we van, nou daar moeten we iets mee gaan doen. Want dat is wel zo'n illustere windschotter daar gaan we wat mee doen. Nou inmiddels hebben we uh, lezingen gehouden, we hebben uh, projecten gedraaid op het Dollard College, we hebben meegewerkt bij het uh, tot, tot stand komen van Social Sofa's en er is zelfs een uh, park opgericht in de Zeeland, hier in Winschoten.